Hoeveel heeft de Hoekse lijn nou uiteindelijk gekost? Alles bij elkaar, inclusief de verlenging naar het strand, 468 miljoen euro. Daarover is geen discussie. Behalve dan dat je er nog 18 miljoen euro bij zou kunnen tellen die nodig was om het spoor over te kopen van ProRail. Maar hoe groot is nu de overschrijding? Dat is een lastige vraag, want het hangt er maar net vanaf met welk startbedrag je vergelijkt. Wij spraken met hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft. Hij doet veel onderzoek naar grote spoorprojecten en naar de vraag waarom ze zo vaak duurder uitvallen. Zoals bijvoorbeeld bij de Noord-Zuidlijn, de Betuwelijn en nu dus ook de Hoekse lijn. Zulke projecten beginnen met een planfase. Er worden schetsen gemaakt met een globaal prijskaartje. En in 2007 dacht adviesbureau Goudenbol Koffeng nog dat de Hoekse lijn voor 56 à 73 miljoen euro wel was om te bouwen. Nou, zo'n lage inschatting helpt volgens hoogleraar Van Wee om politieke steun te krijgen voor een project. De eerste schattingen van de kosten uit 2007 bleken wel erg optimistisch. Het waren dan ook nog maar voorzichtige schattingen. De verwachte projectkosten liepen steeds verder op. In 2009 was het al 140 miljoen en dan nog een paar keer goed rekenen was de totale verwachte bouwprijs 312 miljoen euro in 2013. En daar zat trouwens al 55 miljoen euro bij in om tegenvallers op te vangen. Op dat moment in 2013 nam het bestuur van de metropoolregio het besluit om het project door te laten gaan. En volgens professor Van Wee is die 312 miljoen euro daarom het bedrag om de eindafrekening mee te vergelijken. Want op dat moment viel de zogeheten decision to build. Van Wee en zijn collega-onderzoekers kiezen voor dat moment omdat ze vooral willen toetsen of de democratische besluitvorming wel zorgvuldig is doorlopen. En dat is precies wat wij met ons onderzoek naar de Hoekse lijn ook willen laten zien. De metropoolregio die maakt een andere som en zegt 312 miljoen euro was inderdaad wel afgesproken toen de politiek ja zei in 2013. Maar dat bedrag was nog lang niet nauwkeurig genoeg. En daarom hebben we het benodigde bedrag in de aanloop naar de ombouw nog twee keer opgehoogd, naar 372 miljoen. Bovenop dat bedrag was er uiteindelijk eind 2017 nog 90 miljoen tekort. En volgens de metropoolregio en de RET is die 90 miljoen de overschrijding. Wij kiezen ervoor om te vergelijken met de 312 miljoen die was afgesproken bij de besluitvorming. Zoals ook de wetenschappers doen. Dan komt de overschrijding, als we er ook de aan ProRail betaalde 18 miljoen bij optellen, op 175 miljoen euro. En hebben we in het eindbedrag van 484 miljoen nog niet eens alle kosten meegeteld. De metrostellen bijvoorbeeld, die zijn gekocht door de RET voor 80 miljoen euro. Of de ombouw van een spoorlijn die er al lag tot metrolijn een investering van een half miljard waard is, is uiteindelijk een politiek vraagstuk. Maar dan moet dat politieke debat wel gevoerd worden. En op basis van de juiste cijfers.